Deze meditatie wordt verzorgd door dominee Gene. Welkom luisteraars naar het dagelijks woord. We willen vandaag opnieuw luisteren naar een belofte van de Heere die te lezen is in de profetie van Jesaja. Ditmaal Jesaja 55 vers 3. En daarvan het begin: neig uw oor en kom tot mij, luister en uw ziel zal leven. Lezen we eerst een gedeelte van dit hoofdstuk, versen 1 tot en met 5 van Jesaja 55. O alle dorstigen, kom tot de wateren. En u die geen geld hebt, kom, koop en eet. Ja, kom, koop zonder geld, zonder prijs, wijn en melk. Waarom weegt u geld af voor wat geen brood is, en uw arbeid voor wat niet verzadigen kan? Luister aandachtig naar mij. Eet het goede en laat uw ziel vreugde scheppen in de overvloed. Neig uw oor en kom tot mij, luister, en uw ziel zal leven. Want ik zal met u een eeuwig verbond sluiten, de betrouwbare gunst bewijzen aan David. Zie, ik heb hem gegeven als getuige voor de volken, als vorst en gebieder voor de volken. Zie, u zult een volk roepen dat u niet kende, en het volk dat u niet kende zal naar u toesnellen, omwille van de Heere uw God, voor de Heilige van Israël, want hij heeft u verheerlijkt. Voor de meeste van u zullen dit bekende klanken zijn, de oproep tot de dorstigen. Vaak klinkt het rondom de viering van het heilig avondmaal, een uitnodiging om te eten en te drinken, gratis en voor niets. We zullen moeten denken aan geestelijk voedsel. Een geestelijke dorst wordt gelest bij een ieder die op de uitnodiging ingaat. Het is de Heere zelf die nodigt. Water, een beeld voor de Heilige Geest. De uitstorting van de Geest op de door zonde en ongehoorzaamheid verdorde aarde. En het woord genade komt van gratie. Die wordt om niet verleend aan een tot de dood veroordeelde. Hier is alles gratis. Maar de mensen willen niet horen. Waarom je tot allerlei ander begerenswaardigs gewend. Dingen die niet zijn wat ze lijken. En dan wordt in vers 2 de weg aangewezen om de geestelijke goederen te ontvangen. Luister aandachtig naar mij. Eigenlijk staat er in het Hebreeuws: hoort horende. En in vers 3, neig uw oor en kom tot mij. En nog eens, luister. Wel 4 keer een oproep om te horen. We kwamen het al tegen in onze serie Bijbelwoorden, hoe de Heere zijn mensen roept. Juist na de zondeval komt zijn woord tot de mens. God roept uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. In de profetie klinkt de oproep om te horen. En nu wordt er aan die oproep een belofte verbonden. Uw ziel zal leven. De context kunnen we hier opmaken dat het om het eeuwige leven gaat. Ik zal een eeuwig verbond sluiten. Leven met God is het volmaakte leven. Het leven dat niet meer eindigt, dat door niets en door niemand kan worden afgenomen. Leven waarvan de Heer Jezus zegt: die in mij gelooft zal leven, ook al was hij gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Daar kunnen we nog veel van horen in de Heilige Schrift. Nu kijken we naar de belofte, die geloofd mag worden.
door het horen van het woord van God, door te luisteren, aandachtig te luisteren, door je oor te neigen. Aandachtig met alles wat in ons is, gericht worden op wat God belooft. Maar ook op de weg die daarheen leidt. Je zou kunnen zeggen dat de Heere aan de belofte een voorwaarde verbindt. Je ontvangt wat ik je beloof als je naar mij luistert. Luisteren naar de Heere is in ons vers ook komen tot de Heere. Tot hem uitgaan om te ontvangen wat hij geven wil. Er zijn beloften in de Bijbel die algemeen gelden, waar geen enkele voorwaarde aan klinkt. Ik maak alle dingen nieuw, lezen we in Openbaringen. Nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Dat gebeurt. Dat doet God. Ongeacht of u of ik daarbij zijn. Ongeacht of ik daar deel aan heb. Evenzeer als de dreigingen in de Heilige Schrift in vervulling zullen gaan. De goddelozen hebben geen vrede, zegt God. De goddelozen trekken zich daar niets van aan, maar de eeuwigheid zal het openbaren. Rust zacht staat er soms op de graven. Maar wie buiten Christus sterft, zal nooit vrede en rust hebben. Hier wordt dus het eeuwige leven beloofd. Op voorwaarde dat we horen, dat we komen, dat we geloven, dat God ons het leven schenken wil. Maar pas op, de voorwaarde wordt ons niet opgelegd om daar in eigen kracht aan te voldoen. God vraagt van ons geen dingen die wij voor hem zouden moeten volbrengen. Want de Heer weet, uit ons is geen vrucht in der eeuwigheid. De Heer weet wie wij zijn, dat we zondige mensen zijn, goddeloze mensen, dat wij niet willen, niet kunnen, dat we niet deugen, dat we mensen zijn die met hun rug naar God toestaan. Daarom is het misschien beter om te zeggen dat de Heere de weg aanwijst waarlangs we de belofte ontvangen. Hoe krijgt een mens het eeuwige leven? In de weg van geloof en bekering. Langs de weg van het geloof of door het geloof. En let dan op dat Jesaja de profeet het over David heeft. Hij spreekt van Gods verbond met David. De betrouwbare gunstbewijzen, zegt de Heere, aan David. En wij mogen hier zien op de grote zoon van David, Christus, de Heere. Zie, ik heb hem gegeven als getuige voor de volken, als vorst en gebieder voor de volken. Als u naar de tekst kijkt in uw Bijbeltje, dan ziet u de hoofdletters. De vertalers hebben hier een profetie aangaande Christus gelezen. Hij is de getuige, hij is de vorst en gebieder. En u hoort hoe het niet alleen Israël geldt, maar de volken van de hele wereld. Een rijke belofte, eeuwig leven. Dat vinden we ook in de woorden in het Nieuwe Testament. Denk in Johannes 3, vers 16. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. In mijn jeugd werden er wel kaartjes uitgedeeld waarop deze tekst stond. Eronder stond dan, draait dit kaartje om. En dan zag je aan de achterkant je eigen gezicht in een spiegeltje. Natuurlijk, er staat de wereld. In onze tekst staat alle volken. Maar de weg om de belofte te verkrijgen is, opdat een ieder die gelooft, hoort
Luister aandachtig, neig uw oor, kom tot mij, zegt de Heere. Zo wil de Heere u het eeuwige leven schenken. Door uw oren te openen, door uw hart te openen. De dichter bidt erom. Neig mijn hart en voeg het tezamen tot de vrees van uw naam. En dat doet de Heer, als u komt luisteren. Laten we niet denken dat we het kunnen ontvangen zoals we een bestelling plaatsen en thuis met onze pinpas klaarzitten om de prijs te betalen. Laten we niet denken dat je het een keer kunt horen en verder dezelfde blijven. Nee, we worden door het spreken van de Heere naar hem toegetrokken om voortdurend op zijn belofte te letten, om die belofte te omarmen, te geloven. We gaan het van Christus verwachten. Daarom drinken we dan het woord in als levend water en eten het op als het brood des levens. We gaan dagelijks uit als het volk Israël om het manna in de woestijn. En op de rustdag komen we naar Gods huis om een dubbele portie. Zo heerlijk is de smaak van de belofte van God. Je ontvangt er het eeuwige leven in. Hoor en uw ziel zal leven. Wat een machtig woord. Zullen we nog samen bidden? Trouwe Heere, wat bent u een liefderijk, liefdevol God. De Bijbel zegt, u bent liefde. Want u bent aan deze wereld gekomen, Heere Jezus, om voor ons mensen aan het kruis te sterven, uw leven te geven tot in de dood, om de straf van de zonde te dragen, om de schuld te boeten, om ons met God te verzoenen. Daarom zegt u, ik ben het brood des levens. Ik ben het water des levens. Die tot mij komt, die dit brood eet, die van dit water drinkt, ja, u hebt zelfs gezegd, die mijn bloed eet en mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die zal het leven ontvangen. Wat machtig is dat. U geeft uzelf weg. We mogen uw woord horen en het geloven eraan vastklampen. Alles van u verwachten. U hebt het zelf gezegd. Komt, koopt, eet zonder geld en zonder prijs. Ik zal het u geven. Uit genade. Gratis en voor niets. Hoor en uw ziel zal leven. Heere, wij danken u om uw grote genade, om het wonder van uw genade, om uw wonderlijk handelen in deze wereld. U zou recht doen als u zich van ons afkeerde, als u ons liet bij dat wat wij menen brood te zijn, waar wij ons geld voor uitgeven, waar we ons leven voor over hebben. Maar u doet het niet. U roept ons toe. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Hoort en uw ziel zal leven. Wilt u zo nabij zijn, Heere? En we lezen in uw woord dat u dat bedoelt voor de wereld, voor alle volken. Alle volken in deze wereld, waar zoveel uw naam nog niet kennen. En u hebt er zoveel uitgezonden om dat woord te verkondigen in de wereld. Zegen alle dienaren die in het werk van de zending staan, die mensen zoeken te bereiken met het evangelie. Wilt u dat zegenen? Wilt u zelf mee optrekken? En naar uw belofte, Heere, dat het mag worden een schare die niemand tellen kan,
die eeuwig u zal loven en prijzen. Maak het ook voor ons, heel persoonlijk, elke keer weer opnieuw. Hoor ons gebed uit genade om Jezus wil. Amen. Ik wens u een gezegende dag.